De nominaties voor Techniek Inclusief Awards 2024 zijn bekend. Mijn naam is Sascha Verheij van Serdiversiteit in Bedrijf. En op deze toffe eventlocatie Vogelvrij in Utrecht praat ik met de organisaties om alles te weten te komen over hun genomineerde activiteit van dit jaar. Welkom. Hoi, ga zitten. Hi, welkom Marleen. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ik lees dat jij Employer Branding Manager bij Breeman bent en ook nog eens een diversiteit en inclusie aanjager binnen je organisatie. Ja. Wat doet Breeman precies? Nou, wij zijn een familiebedrijf van 1600 installatie-experts, waar we werken aan een energiepositieve toekomst voor collega's, klanten en aarde. En dat doen we doordat we expertise hebben binnen de hele levenscyclus van installaties. Dat betekent van advies, ontwerp en installatie tot beheer, renovatie, vervanging en monitoring. Je zit hier natuurlijk niet voor niks. Jullie zijn genomineerd voor Techniek Inclusief Awards met jullie activiteit Netwerkgroep Diversiteit. Kun je daar meer over vertellen? Jazeker. De netwerkgroep is gestart na een mail van mijn geweldige collega Patrick Altenburg aan onze groepsdirectie. Hij heeft zijn coming-out binnen Breeman gedaan en voelde zich enorm gesteund. Hij vroeg zich af, waarom laten we eigenlijk binnen Breeman niet meer zien dat het oké is om jezelf te zijn? Nou, en toen is er een gesprek geweest en dat heeft geleid tot de netwerkgroep. En dat is ontzettend mooi en dat typeert Breeman ook echt. Want die medezeggenschap en die gelijkwaardigheid ligt echt in de kern van ons DNA. Ja, en die gelijkwaardigheid in jullie DNA, waar blijkt dat uit? Nou, we hebben al sinds de jaren 80 bedrijfsonderdelen die specifiek zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En daarnaast zijn er recente ontwikkelingen zoals het sociaal veiligheidsbeleid, leiderschapsprogramma's en andere zaken. En deze stap naar het netwerk was een logisch vervolg daarop. Energiepositief naar je werk gaan betekent bij ons dat je jezelf mag zijn. En dan niet als werknemer, maar echt als mens. Dat er geen verschil is tussen werk en privé. En wij geloven dat dat bevorderd wordt in een diverse, inclusieve en veilige werkomgeving die gebaseerd is op gelijkwaardigheid. Bedankt voor je tijd dat je hier was. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. Ben jij ook nieuwsgierig naar de activiteiten van de andere genomineerden? Hou de socials in de gaten of kijk op technieknederland.nl.